Ik hoop dat het tot zo wel duidelijk is. We gaan nou zo meteen kijken op de PC naar andere dingen. Want je kan wel een filmpje op je computer hebben staan. Maar je wil achtergrondmuziek hebben. Je wil extra overgangen hebben. Noem maar op. Daarvoor gaan we nou een kijkje nemen op internet. Via een downloadsite. Waar je muziek kan downloaden. En hoe ik dan aan mijn muziek kom. LimeWire. Dat open je. Eens even kijken. Ja. We klikken op audio. En aangezien het eerste filmpje jump muziek bevat. En ik geen jump muziek op de computer heb. Wat jullie misschien heel schandalig vinden. Ga ik het maar even downloaden. Enter. Nou. Jump. Nou, ik download gewoon een paar nummers. En dan ga ik straks kijken welke het beste onder de scène past. Tot zometeen. Oké. Okay. Trouwens, ondertussen, als je aan het monteren bent, is het soms verstandig om je bestand alvast even op te slaan. Dat ga ik nou ook doen. Eens even kijken. Dan sla ik hem graag op onder mijn eigen naam. Ik zal even stap voor stap zeggen wat we allemaal kunnen met het monteerprogramma, voordat ik ga monteren. Linksboven zie je bij het pijltje Medienraum. Dat betekent de ruimte waar al jullie filmpjes in staan. Vervolgens heb je de effectenruimte. Daar klik ik even op. En dit programma kan niet superveel met effecten. Het stukje eronder staat titelruim. Dat betekent de ruimte waar je teksten in kunt toevoegen. Je kan een tekst op die manier laten inkomen. Of je kan zeggen ik wil het zo laten komen. Of naar boven. Of misschien wel van links, van rechts naar links. Of gedraaid. Nou, in ieder geval, je kunt zien dat er heel veel mogelijkheden zijn om titels toe te voegen of tekst erin toe te voegen. Vervolgens heb je ook nog, zie je zo'n een stukje van een filmrol. En dat wil zeggen de overgangskamer. En er staan allemaal heel veel overgangen. En dat zijn de overgangen tussen de scènes. Nou ja, bijvoorbeeld, dit is er eentje die ik heel vaak gebruik. Is die heel mooi aan elkaar overloopt. Zodat je lekker rustig beeld krijgt. En je hebt er nog eentje, iets vels. Je hebt het splitsen. Nou, noem maar op. Je zit een hele rits. Met overgangen kunt gebruiken. De onderste twee dingen heb ik nog nooit gebruikt en die heb je waarschijnlijk ook niet nodig, maar ik kijk. En dit.